Suriname en Nederland hadden voor het aantreden van deze regering voor enige tijd geen bijzondere band. Er is een reden daarvoor. Dit merkte BBS-minister Albert Ramdien vandaag op bij een werkbezoek van een delegatie van de Nederlandse Tweede Kamer op het departement. Ramdien zegt dat hij uitkijkt naar een verbetering van de band tussen de twee landen. We zijn blij aan onze kant dat we de relaties op het niveau van de regeringen vrij snel na het aantreden van deze regering hebben kunnen herstellen. We zien ook naast de vele gesprekken tussen president Santokki en premier Rutte, maar ook op het gebied, op het stuk van Bernas beleid. Ik heb, geloof ik, aanstaande 18 augustus een gesprek telefonisch met minister Hoekstra over een aantal zaken. Dus ik ben blij dat we op regeringsniveau in ieder geval goede contacten hebben. De minister merkt op dat de samenwerking vooral op het gebied van justitie en politie zal geschieden. Hiernaast zullen ook de agrarische sector en defensie aan bod komen. Ramdien zegt dat alle zaken op het gebied van samenwerking bespreekbaar zullen worden gemaakt. Tijdens het werkbezoek staat volgens de communicatiedienst de vraag centraal als het Nederlands kabinet zijn excuses moet aanbieden voor het Nederlands slavernijverleden. Het bezoek begon afgelopen zaterdag en duurt tot en met morgen 16 augustus. Het gaat om 9 leden van de Nederlandse Tweede Kamer die na het bezoek aan Suriname ook Curaçao en Bonaire zullen aandoen.